De politie staat onder druk. Ja, door de dood van George Floyd in Amerika en de antiracisme demonstraties in verschillende Nederlandse plaatsen heeft de politie het moeilijk. Dat zegt de eenheidschef van de politie in Rotterdam, Fred Westerbeker. Hij zegt het gevoel te hebben onder een vergrootglas te zitten. De eenheid in Rotterdam ontving ook een dreigbrief. Ze nemen die dermate ernstig dat alle politiemensen die in Rotterdam werken erover geïnformeerd zijn. Dat schrijft de Telegraaf. We spraken erover met misdaadjournalist Mick van Weling. Nee, de politie wil niks zeggen over de brief, behalve dat ze de brief zeer serieus nemen. Alhoewel er geen acuut risico is. Dus het is niet zo dat agenten allemaal nu met een extra bescherming rondlopen of zo. Maar, zegt de politie, ze nemen de brief zeer serieus. Er wordt onderzoek gedaan, er is ook een gedragsdeskundige ingehuurd. En we hebben gesproken met de bonden, de politiebonden. En die zeggen dat eigenlijk de politie overal heel erg op eieren loopt momenteel. Het ligt allemaal hypergevoelig naar de dood van Floyd. En de racismekaart wordt snel getrokken. Agenten zijn voorzichtiger met aanhoudingen. Je ziet echt wel dat agenten behoorlijk onder druk staan. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Natuurlijk eerst even over die dreigbrief die dan is binnengekomen. Wat vindt u daarvan? Dat kan niet waar zijn. Ik bedoel, de politieagenten die zijn op straat om ons veilig te houden. Dat geldt voor iedereen in Nederland, wat je afkomst ook is. Ja, het geeft geen pas om die mensen te bedreigen. Die zijn er voor ons. Nee, het is ook wel ingewikkeld wat we nu dan horen. Dat ze nu het gevoel hebben die agenten op eieren te lopen en onder een vergrootglas te liggen. Doordat er zoveel te doen is om politiegeweld. Ja, het is natuurlijk een hele spannende periode. Je ziet de beelden vanuit de Verenigde Staten. Nou, dan zie je collega-agenten aan de overkant van de oceaan zich misdragen. Ja, dat roept heel veel emoties op. Ja, die emoties moeten we niet richten op onze politieagenten. Dat zijn ook mensen die zullen ook wel eens een fout maken. Maar ik ervaar de politie als echt, het is mijn bondgenoot op straat als het nodig is. Ja, die ga je dus niet bedreigen. Wat vind jij als je dit zo hoort? Nou, heel mee eens. Volgens mij de politie in Nederland, die zetten zich ook af tegen het gedrag van de politie in Amerika. Dat is natuurlijk een heel ander systeem. Dus ik vind dat mensen zich even moeten gedragen.